Goedemorgen. Dag meneer Van Eerst, goedemorgen. Goedemorgen. Waar kan ik u naartoe brengen? Graag naar ons congres, onze verkiezingsmeeting in, in de concertstudio in Kortrijk, waar wij vandaag dus vanavond een belangrijk evenement hebben met onze voorzitter, Gerold Vannemans ook, en Stefan Saint-Aubin, de lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. Oké, goed. Op naar het Conservatoriumplein dan. Ja. U bent lijsttrekker voor de Kamer voor het eerst. Bent u een beetje nerveus? Nee, ik ben daar niet nerveus voor. Het is een enorme kans die ik krijg, zeker op mijn leeftijd. En het feit dat ik eigenlijk weer sinds 3 jaar opnieuw in de politiek gestapt ben. Ik zit wel al 10 jaar in de politiek, maar nu opnieuw. Ik krijg dus een enorme kans van onze voorzitter en alle leden van onze partij. Ja. Dus ik grijp die met beide handen. Het is een unieke gelegenheid. Uw partij profileert zich uiteraard nog altijd sterk op het migrantenthema. Maar in onze provincie, we zijn een overwegend witte provincie, krijgt u hier uw boodschap wel verkocht? Ja, absoluut. Ik denk dat de bevolking ook wel aanvoelt dat die grootstedelijke problemen die vroeger ver van ons bed waren, dat die nu in het hart van onze provincie zich bevinden. Bijvoorbeeld in Kortrijk krijgen wij de grootste moskee van Vlaanderen. Ook het geweld door onder andere ook vreemdelingen, en dat mag wel gezegd worden, dat neemt hand over hand toe. Als we kijken welke feiten bijvoorbeeld in Kortrijk wij in 1 jaar tijd gehad hebben, steekpartijen, vechtpartijen, tot zelfs een gewelddadige moord toe. Die problemen zijn echt wel nu aanbeland in West-Vlaanderen, dus het is hoog tijd dat het Vlaams Belang hier actiever wordt. Ja, u bent er altijd snel bij om dat soort filmpjes, ik denk dan ook aan een recent vechtfilmpje, om dat te delen op uw sociale media. Doet u daar toch ook niet een beetje mee aan stemmingmakerij? Wel, het zijn jongeren die naar ons komen, bijvoorbeeld de recente vechtpartij in Kortrijk, waar een jongere in elkaar werd geslaan aan het VTI. Maar dan zijn die jongeren zelf naar ons gekomen en zij zeggen, kijk, dit moet gedaan zijn. Wij durven zelf geen stappen nemen. Wij durven daar niet mee naar buiten komen. Willen jullie niet als Vlaams Belang, willen jullie daar niks aan doen? Dat moet veranderen. En dan nemen wij onze verantwoordelijkheid. Hoe zou u dat dan veranderen? Wel, heel concreet in dit geval, door het feit dat wij dat op sociale media hebben geplaatst, is het parket en de politie in actie geschoten. En uiteindelijk is die jongere, die dader, is opgepakt en is ondertussen opgesloten. Dus als u zegt, het Vlaams Belang, wat is daar de meerwaarde van? Wel, door zo'n zaken te doen, door druk te zetten op politiek, maar komt de politie en parket in actie en worden uiteindelijk die daders opgepakt en aangepakt. Dus dat is voor ons uiteindelijk de reden waarom dat wij het ook doen en het heeft absoluut zijn nut. We hebben nog een vraag voor u. Het is te zeggen, iemand anders heeft nog een vraag voor u. Mag eventjes kijken in het handschoenenkastje. Beste meneer Vermeers, ik ben 11 jaar oud en ken uiteraard al lang het verschil tussen links en rechts. Ik vraag me af of ik u terug naar school moet sturen, want volgens u is het Vlaams Belang niet links, maar zeker ook niet rechts. Meneer Vermeers, kent u de betekenis van rechts en links wel? Grappig. Wat wij natuurlijk zeggen met wij zijn nog links, nog rechts, wij zijn eigenlijk nationalisten en dat komt er eigenlijk op neer. Ja, meneer dat Vermeers, nu klinkt u wel een beetje naïef. Vlaams Belang blijft toch rechts en extreem rechts zelfs. Het is toch een nieuwe koers en we zien dat in de ganse wereld dat die klassieke tegenstellingen links-rechts, zeker op sociaal-economisch vlak, dat die wat aan het vervagen zijn. Wij bijvoorbeeld Vlaams Belang, u kent mijn achtergrond, ik ben een ondernemer, ik ben ook ex-LDD'er geweest, toch pleit ik voor een sterke sociale zekerheid. Dat is links eigenlijk in het klassieke patroon. Maar ik wil dat een sterke sociale zekerheid voor onze eigen mensen. Eerst onze mensen. Laat ons eerst voor onze eigen mensen zorgen, vooraleer wij de rest van de wereld uitnodigen, gedaan met het OCMW te spelen van de ganse wereld. En dat is dan weer een rechtsstandpunt. En dat is net wat het Vlaams Belang uniek maakt. Wij overstijgen die klassieke links-rechts tegenstelling met eigenlijk een nieuw soort denken, die ook wereldwijd meer en meer doorgang vindt. We zien in gans Europa dat partijen die ideologie uitdragen, die op die manier naar de bevolking, naar de kiezer trekken, dat die de wind in de zeilen hebben. Ik verwijs ook naar het FPÖ in Oostenrijk en de Lega Nord met Salvini in Italië. Dus ja, jullie profileren zich meer op die sociale thema's. Dat is duidelijk voor deze verkiezingen. Voor een stuk op sociale thema's, maar het Vlaams Belang blijft ook op de klassieke thema's. Eigenaar, bijvoorbeeld wat migratie en dergelijke betreft. Dan vraag ik mij af, u hebt nog heel jonge kinderen. Hoe verdraagzaam voedt u hen op?
ja, wat mijn kinderen betreft, ik spreek daar niet graag over in het publiek, omdat ze natuurlijk, allee, dat zijn private aangelegenheden. Maar het is wel zo dat, wat een opvoeding betreft, dat ik daar geen voorkeuren maak. Ik vind het zeer belangrijk om mijn kinderen, en zeker ook politiek, dat zij altijd de vrijheid gaan hebben om welke keuze dan ook te maken. Zelfs als mijn kind zou socialist of zelfs PvdA'er worden, daar ga ik daar nooit geen opmerking van maken. Zolang zij maar kritische burgers zijn en goed nadenken welke toekomst wij opgaan. We gaan daar even een muziekje bij opzetten. Het is een nummer dat u zelf gekozen hebt. Ja, absoluut. Conquest of Paradise, vanwaar die keuze? Wel, in mijn jeugd was ik judoka. Ik heb jaren judo gedaan en dit was een lied die toen ophang maakte, die ook speelde in de judozaal als wij aan het trainen waren. En dat heeft mij een zeer heroïsch gevoel, een positief gevoel. En zeker als ik naar een congres ga, naar onze meeting ga, dat is een lied die mij kan oppeppen om eigenlijk het beste van mezelf te geven. En dat moet je natuurlijk doen in zo'n verkiezingscampagne. Dus vandaar dat lied die mij, ja, ook wel emotioneel nog altijd beroert, omdat het mij echt wel een zeer goed gevoel geeft. Ja. U zei net al, u bent ondernemer geweest lange tijd. Dus u hebt graag, ja, dat de dingen vooruit gaan. Voelt u zich dan wel thuis in de politiek? Want geef toe, in de politiek gaat het toch vaak heel traag, ja, allemaal. Dat klopt en dat is zeker iets waar ik rekening mee hou. Maar wat ik doe is mijn ondernemerschap ook in die politiek toepassen. Bijvoorbeeld door de toepassing van die sociale media, daar zijn wij zeer ondernemend in als Vlaams Belang. En daar maken wij ook het verschil. Het feit dat wij hier in Kortrijk toch wel een zeer goed resultaat hebben neergezet, is net door die sociale media, is net door de boer op te gaan, echt dat ondernemerschap, een beetje verkoopstechnieken, ook toe te passen in de politiek. En ik denk dat dat ook wel nodig is in de stoffige politiek die er soms vandaag is. Laat ons zeggen, een frisse, maar stevige West-Vlaamse zeebries in Brussel. Dan gaan we hier eventjes halt houden. Tussen de kermisattracties. Ja. Om u veilig af te zetten. Maar voor ik u laat gaan, heb ik nog een paar vraagjes voor u, een paar, ja, korte vragen. Ja. Want we hebben ook nog een korte vragen, snelle vragenronde voorbereid. Ik zou graag hebben dat u gewoon kort aanvult. Ja. Het absolute hoogtepunt van de Belgische politiek was? De ellenlange verkiezingsonderhandelingen waarbij ons land bijna uit elkaar gevallen is, wat uiteindelijk toch als Vlaams nationalisten voor een stuk de bedoeling is. En het absolute dieptepunt van de Belgische politiek was? Een dieptepunt, onder andere de affaire Dutroux en dergelijke meer, die ons land toch echt wel door elkaar geschud heeft en echt in het weefsel van de mensen ingehakt heeft. Een vreselijke periode in ons land. Mijn favoriete politicus van een andere partij is? Goh, daar moet ik even over nadenken. Ik denk bijvoorbeeld aan Thierry Baudet in Nederland. Is absoluut voor mij een voorbeeld hoe het anders moet en anders kan. De nieuwe stijl ook van politiek doen. Mensen kunnen best op mij stemmen, omdat? Omdat wij eerst onze mensen plaatsen. Dat is onze ambitie. Als ik van partij zou moeten veranderen, dan zou ik kiezen voor? Dan zou ik stoppen met de politiek. Het fijnste aan politiek is? Het fijnste is onder de mensen kunnen komen en echt wel proberen het verschil te maken en ook de steun krijgen van de mensen. Alles in de pers over mij lees ik? Kritisch. En tot slot, ik zou nog graag eens sorry zeggen tegen? Goh, ik ben aan het denken die iemand die heen gegaan is of zo, maar ik heb eigenlijk weinig vijanden of zo, dus waar ik zou moeten sorry tegen zeggen. Dus ik heb daar niet echt een... Geen spijt van nee, dingen die ooit geweest zijn. Nee. Goed, oké. Dat is een mooie beschouwing om even af te sluiten. Dank u wel, meneer Vermeers. Dank u voor uw tijd. En veel succes op het congres. Ja, dank u.